Hoi, JoJo50 hier en welkom. Welkom. Maar dan moeten we hem niet afmaken. Nee. Ik ga even vast een plekje zoeken. Hé, Frank? En die. Wil je die zo meteen meenemen? Ja. Hier? Zo. Zo. Even weer deze neerzetten. Ik ga mijn jas vast maken. Zo jongens. Lekker! Het lijkt net op zo'n foute huismuziek. Maar dat zandwoordstand zag er ook wel mooi uit. Ja. Ja. Lekker! Dat is goed voor mijn netje. Sommigen die gooien gewoon niet in een rechte lijn, weet je wel? Nee. Waar ben je, Mark? En die meneer die aan de lijn had, die was een beetje, die konk een beetje oud. Ja. Maar hey, hebben we toen met twee door je lijf gevolgd? Ja. En dan krijg je denk ik deze. Ja. Nieuw figuur. Maar ik mocht niet van mijn vader aan binnen. Nee. Ja? Waarom niet? Dit is naast één. Het is niet alleen film. Dat is geld. Het is hier wel gezellig. Vorig jaar met Kerst ook. Gezellig. Gezelligheid. Ja. Ja. Heel gezellig, zeg je.
Kijk dan. Hij zit met zijn... met zijn dienblad... zo. Doei. Ja, dat zegt er echt vet aan. Hij deed gewoon net als op een boot. Echt. Dat zag ik jongen met een basketbal om ze op zijn vinger laten draaien. En hij deed met zijn dienblad. Ik weet dat hij dat niet kan met allemaal zijn fiets en een glaas op zo'n dienblad. Dan vliegen ze sjup, 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 sjup. Ik kan me nog wel herinneren dat dit open ging. Ja. De eerste keer toen ik weer ging bouwen was met Tina en ja. Want eerst had je een bowling in Doelmere, maar die is failliet gegaan. Ja? En toen kwam deze. Maar we hebben ook een bowling die zit op het museum. De Veiligheidsmuseum, van. Ja. Maar ik vind het zo jammer dat Doelmere toen failliet ging. Ja. Dat vond ik gewoon dood en doodzonde. Maar daar waar de ijsbaantje is, waar nu de Veiligheidsmuseum is, was vroeger, heel vroeger ook een bowlingbaan, lekker dichtbij. En dat iedereen gewoon makkelijk kon komen. Ja. Hier niet. Waar die ijsbaan zit, volgens mij, daaronder staat Doelmere. Ja. Doelmere. Waar staat Doelmere nou ook alweer? Doelmere staat in het centrum van Haven. Ah. Maar... dat was bereikbaar voor iedereen. Hier... als je met de bus moet, dan is het lastig. Ja. Inderdaad. Het is wel bereikbaar met de taxi. Ja, met de bus dan moet je er nog eentje lopen. Je moet er bij de fauna buurt uit en dan moet je nog eentje lopen. En dat weet ik. Waarmee ga je met die patiënten? Ik ga gewoon met de fiets. Ja, als je er echt zelf wil komen, dan moet je echt met eigen vervoer komen, anders... Ja. Dat is jammer. Ja. Zit je op de wifi van de bowlingbaan? Ja. Ja. En jij? Nee, ik niet. Misschien dat je dat zo meteen ook maar gaat doen. Want anders kost het me geld. Ja. Betaal ik geld voor niks. Ik dacht even voor een seconde dat ik wat bekend zag. Ja, ik dacht even voor een seconde dat ik wat bekend zag. Ja. Die mevrouw die moest maar aan iemand denken. Ja? Die mevrouw die me voorbij liep, die moest. Die, ik dacht even dat het voor een seconde dat het zinnig was. Shannon heeft hier op mijn verjaardag gebold, vrijdag, weet je wel, 12 juli. Als we op mijn verjaardag gebold hebben, dan hadden we die hier ook tegengekomen. Ik wou met mijn verjaardag hier ook bowlen. Maar toen ik die foto zag dat zij hier toen ook was, dan had ik gezegd, ik ben blij dat ik niet gegaan was. Ja. Nee. Volgend jaar met mijn verjaardag wil ik wel hier bowlen. Ja?
Ja. Met de familie. Jongens, ik ga zo weer verder. Hoi, jongens. Gaat een beetje goed? Oh, ze gaat er helemaal scheef. Oude en onze naam. Je landen die bakken helemaal niks van. Wil je straks de camera van me overpakken? Ja. Ja. Ah. Hier. Dat is wel mijn film, hè? Ja. Hi. Dan heb ik gewoon een vermassel aan. Ook toevallig. Ja. Ja. Gewoon massa hebben, man. Strikey! Ja. Nou. De eerste was goed daarmee, de tweede. Zo gaat het dan maar. Ja, ze had de volgende keer wel iets harder mogen gooien, denk ik. Kan ik iets pakken? Ja, jullie wel, ja. Ik gooi met één hand de dag gewoon weg. Ik kan niet met die vinger in het gaatje. Nee. Zo, jong. Ja, dan moet je vooral doen als ik zit. Ja. Oh. Ja. Nou, nog één leuke voor je YouTube kanaal. Kijk eens een beetje. Ah! Ja, nou ben ik aan de beurt. Pak het even open weer. Oh, maar. Ja, maar jij kan het. Je moet het zo doen. Ik wil niet dat mijn hele camera... Ja, maar ik heb Oh yeah!
ik hoop wel dat ik aan het eind vanavond een beetje een hoge score heb. Dat zou mooi zijn. Had je nou een code van die mensen gekregen? Nee. Oh. Oh. Als een van die mensen straks even hier naartoe loopt, dan moet je het maar even vragen. Wacht, ik ga het even vragen. Wil jij de camera dan even hier houden? Even een beetje anders doen, mag wel. En gewoon zo, kijk je hand hier houden en hieronder. Heb je je telefoon weg? Nee, je hand hier, hier, hier. Een beetje stabiel. En niet laten vallen. En met twee handen. Ik kom zo terug. Nou jongens, dan moet ik het zelf maar even doen. Ah, jammer. Is dat nieuw? Nou, die hebben we nu sinds net naar de kerk. Ah, oké. Je tikt het aan en dan bestellen, dan krijg je je melding. Kijk, je zoon? Ja. Oké. Wacht. Kijk, waar staat het? Niet druk hoor. Ik heb een voorje gedaan. Oké. Okay. Nou. Ja. Ik gooi wel even voor die vang, want die vang is bezig. Ik heb even tegen Jolande de tas aan. Ja, jij. Ik heb voor je vanken gegooid. Oh, jij hebt het. Mij hebben we niet. Ja.
Ja, dat is wel goed hoor. Ja, zo is het goed, schatje. Eigenlijk is het gewoon dikke copyright. Ik wil nog één leuke foto, weet je waarom? Dat is gewoon dat niet leuk is. Kom eens met z'n drieën. Nou, kom op! Er zitten alleen maar leuke foto's te maken hier. Yes, dat is. Ja. Ja jongens, ik breek vanaf nu af. Tot zo misschien. Zo. De bouw is alweer klaar. Maar dus moet ik nog zo weg doen. Dan zal ik eigenlijk naar huis te gaan. Precies. 27 minuten komt onze taxi. Dus we hebben 27 minuten om nog wat te doen. In ieder geval super tof dat jullie hebben gekeken. Ik probeer 1 of 2 video's per dag te plaatsen. In ieder geval bedankt voor het kijken. Blijf naar het niveau. En dikke vet.